Goedemorgen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe vlog. Wij zijn aan het opschieten, Sarah die is op de bank nog even aan het eten en dan ga ik haar naar school brengen. Want dus we gaan even opschieten. Want ik heb de nieuwe juf in mijn klas, Ja, vandaag begint Sarah de nieuwe juf, die is van zwangerschapsverlof terug en die is voor het eerst in haar klas. Zo, helemaal verregend, ik weet niet of het opvalt, maar echt, het is vies nat sneeuw buiten. In het einde van de vorige vlog heb ik verteld dat ik nog zou laten zien dat ik de lijstjes heb opgehangen. Nou, jullie zien het al een beetje. Die hangen dus nu in de gang. En ze zijn uit de la. Daar ben ik blij om. Ik heb ook een paar leeg hangen. Want ik had zoiets als we die nou gelijk ophangen, hoeft het dadelijk niet opnieuw geboord te worden. Dus dit is het trapgat nu. En ze hangen. Deze vind ik zo leuk met Sarah samen. Die staat ook op mijn Instagram. Dus hier loop ik nu constant langs. Een kerstfoto van ons. Deze vind ik zo mooi van Sarah. Oh, okay. Lekker veel weerspiegeling. Het was nog heel klein, de koppie. Echt om op te weten. Of deze op Curaçao gemaakt. En dat ben ik. Papa. Deze is ook zo schattig. Dit ben ik toen ik heel klein was. En onze trouwfoto daar. En zo hangt er nog veel meer. Maar goed, ik ben dus helemaal blij dat het nu hangt uit de kast is. En nu kunnen we er gewoon naar kijken. En ik ga even snel wat eten. Ik eet altijd 's ochtends even snel mijn eitje. Maar ondertussen heb ik best wel honger. Dus dat is mijn ontbijt, deel 2. Goedemorgen, het is dinsdagochtend. Mijn dag begint iets minder leuk. Sarah trekt het kruisliepik open en... De hele vloer ligt op mij en we moeten op tijd op school komen. Dus dat is echt een dingetje. Dus ik ga dit even opremmen. Jee, mam live soms. Zo, het is me de ochtend wel. Is natuurlijk het hele kruisliepverhaal. Heel de vloer lag onder. En nu ligt mijn hele internet, tv, radio, alles eruit. Er komt straks een monteur, als het goed is, om de bekabeling te updaten. Maar nu ligt alles er gewoon al uit. Echt. Top natuurlijk. Dus ik ga maar even cd's ergens tevoorschijn toveren. Zodat ik geluid heb in huis. Ik vind het zo erg als het de hele tijd stil is. Voor nu maar eerst even een theetje gezet. Want echt. En ik vind het echt zo'n balig vandaag. Maar goed, blijf positief. En goed denken over goede dingen. En ik heb sneller internet. Mijn verbinding is geüpgrade. Dus helemaal blij. Oh, dat zit mijn haar verschrikkelijk, maar goed. Dus ik ben helemaal blij en ik heb Sarah net uit school opgehaald. Die is heel lief aan het spelen met papa. Dus doe gewoon even rustig aan. Even genieten. Oh. En de letter van de W is nu... Yeah. Op school? Ja. Yeah. Oh, dat is wel heel leuk. Ze doen elke week een letter op school. En dan mogen ze dingen meenemen die met die letter beginnen. Wat ga je pakken? Voorzichtig, voorzichtig. Je gooit bijna aan mijn hele schijf. Wat heb je daar? Oh. Hey. Ja, dat is een hele goeie. De wereldbol. Zullen we nog meer woordjes? Wat is nog meer met de... Kom maar. Wanten. Wanten? Nou, we hebben alleen handschoenen in huis. Wat is er nog meer met een W? Gaan verzinnen. Ben wel benieuwd. Wie heeft er nog meer woorden met een W? Als jullie dit kijken, is de week al lang voorbij. Maar ik ben wel benieuwd wat voor dingen jullie opkomen. Sarah heeft heel druk verzonnen. Ze heeft weegschaal. Hoe heet dit? Weet je het weer? Kasteel. Je wist dat het vaccinelichtje. Deze moet je goed dichtlaten. Water. Water. Dat moesten we wel in een flesje doen. Een waterkoker en een wereldbol. Dus die gaan morgen mee naar school en met jou. Kijk, dit kunnen we zo doen. Ja, maar ik doe het zo even in je tas. Ben je blij? En dit. En ze mocht 5 dingetjes meenemen. Want ik vind dat andere kindjes in de klas ook wel de kans moeten krijgen om wat mee te nemen. Goedenavond. Nog steeds niet helemaal haar gedaan. Ik had er geen zin in vandaag. En het is al laat. En ik zit weer aan de popcorn. Altijd zoveel honger. En ik weet echt niet wat ik daar aan ga doen. Maar goed, ik was nog even fotootjes aan het uitzoeken. Want ik zit nu alleen beneden. En dat gaat best wel goed. Ik moet nu nog vanaf 2015 alles nalopen. Dus dat is niet zo heel veel meer. Want ik ben begonnen bij het begin van mijn leven. Dus dat is best wel een langer stuk.
Dus daar ben ik blij om. Dan heb ik dat stukje dadelijk af. Dan weet ik helemaal niet of het jullie interesseert dat ik dat allemaal aan het doen ben. Maar goed, ik zal er niet te lang over praten. Daarna ga ik lekker slapen. Dus ik zie jullie morgenochtend weer. Goedemorgen. We gaan zo naar school. En we hebben gisteren zo van Sarah de tas gedaan. Die staat echt bomvol. Ik weet niet of dat zo een beetje opvalt. Dus ik denk door de beker verschold heen. Maar dat past dus eigenlijk gewoon niet meer. Dus ze heeft echt heel veel mee voor haar schoolproject. Dus dat is heel leuk. Maar dan gaan we nu even haasten. Gaan. Ja, ga ik doen. Even snel helpen. En dan ga ik verder op hetzelfde punt als waar ik net wegging. Ik heb net ook de boodschappen gedaan. Zal ik even laten zien. Ik heb ontbijtspek, eieren, bananen, mandarijnen, tomaatjes, blauwe bessen, druifjes, jam, komkommer en gehakt. Een lege staatsgeldfles die ik al 86 weken meeneem. En weer terug dus. Spaghetti, maar dan in macaroni vorm. Melk. Kofta. Daar zijn Sarah echt heel dol. En een lasagne. Zo, ik bouw echt als een stekker. Ik had dus maandag best wel veel gevlogd. En ik had een extra video, een shoplog opgenomen. En nou ben ik net bezig met die beelden inladen. Zie ik dat die beelden er gewoon niet op staan. Dus dat is echt vervelend. Dus ik ga die shoplog nu maar even opnieuw opnemen. En nou ja, dat hebben jullie natuurlijk al gezien. Maandag is het dus een hele rare korte dag geworden. Want ja, het is gewoon weg. Ik heb dus net die shoplog opgenomen, opnieuw. En ik heb hem twee keer moeten doen. Want halverwege gaf hij dus aan dat mijn kaart hem gewoon niet schreef. Dat hij hem niet opsloeg. Dus ik denk dat dat maandag misschien ook dan het probleem is geweest. Dus die heb ik twee keer gedaan. Nu staat hij er wel op. En moet ik even kijken, als ik vaker dat probleem heb, moet ik even gewoon een ander kaartje regelen. Maar ja, die kaart is vrij nieuw, dus het lijkt me heel raar. Maar goed, ik ga nu even deze dingetjes opruimen. En dan ga ik nog wel even verder met mijn opruiming in huis. En dan moet ik Sarah zo weer halen. Het is woensdag, dus ze heeft straks ook nog eens ballet. Dus daar moet ik ook nog heen. En het regent al heel de dag, dus eigenlijk heb ik helemaal geen zin om het huis uit te gaan. Ik had ook wel een beetje zin in mijn haar. Dat, echt, ik krijg allemaal van die rare piekjes en pluisjes in mijn haar altijd. En wat ik ook doe, zodra ik weer de regen of die vochtigheid in de lucht zit, blijft dat weer terugkomen. Dus ja, gaande de jaren geef ik dat gewoon steeds meer op. En als het droog is, doe ik het weer helemaal netjes. Want ik ga nu toch constant weer de deur uit. Maar goed, ik ga dus even die spullen hier opruimen. En dan nog even snel wat doen. Wij zijn weer thuis. Sarah is opgehaald. En ik heb weer nat geregend. Echt zo finesse verjaar. En we gingen de stickers van de Jumbo doen. We hebben ze net al uitgezocht. Nog twee erbij. En dan nog zeven, hè? Volgens mij uit mijn hoofd. Nee. Wil jij ze plakken of moet ik ze plakken? Jij doet het beginnetje en ik doe dat. Oh, doe het samen. Dat vind ik wel een heel erg mooi idee. Zal ik hem opzoeken? Ze is ook aan het eten ondertussen, zodat we dadelijk op tijd weg kunnen. Oké, dan heb je weer dadelijk iemand. Shirendi. Die heb je dadelijk compleet. En wat doet die meneer? Ballen. Ja, hardlopen. Doe ik het beginnetje en jij de rest. Nou, oké. Okay. Weer de rest? Ja. Kan je zo doorwrijven, zo. Kan je vingertje. Heel goed. Super. En nu? En dan hebben we nog 63. Dan weet ik dat Douwebop in de 50 is. Jerry. Dat is van Ronnie Flex. En dat is die. En dan hebben we Ronnie ook compleet. En dan wordt het eigenlijk heel spannend, hè, als je de boekjes krijgt. Ha? Als je dan nieuwe pakjes krijgt, wordt het helemaal spannend of er nog een nieuwe in zit. Want hoe verder je bent, hoe meer kans je hebt op dubbelen en hoe minder kans op een blaadje dat je nog nodig hebt. En zijn recept is Bami.
Doe je zo doorglijden. Die vond ik mooi, vind ik. Nee, kijk. Doe je zo. Doe eens drie vingers aan elkaar. Aan elkaar. En dan doe je zo lang. Ja, zo doorwrijven. Heel goed. Super. Kijk. Gek kind. High five. Nee? Oh. Grappen maken. Zo, dan drink ik nog even een theetje. En dan gaan we zo weer de deur uit naar ballet. Zo, Sarah heeft net gebelet en wij zijn weer thuis. En we gaan Sarah de kledingkast samen uitzoeken. Daar had ze heel veel zin in. Dus ik heb alles overal uitgestald. En op het bureau heb ik kleertjes gelegd die te groot waren nog. Dus we gaan even kijken alles wat gewoon al past. Wat we zeker weten, dat hangt in de kast. En de rest gaat ze allemaal even passen. En dan hopelijk hebben we dadelijk een hele kast die helemaal past weer. En is haar kast ook helemaal op orde. Is die nog goed? Yes! Yay! En nu kan ik uitgaan zo. Je wil gewoon gaan stappen. Ja? Grappig kind. En hij staat ook mooi! En dit is alles nog wat ik pas. Ja, dit voor nu, hè. En die past er nog. Dit sterretje shirtje vind ik echt super leuk en... zwarte jurk. Ja. Die is... Maar natuurlijk... dit moeten we allemaal nog, hè? Ja, dat is weg. Dat hebben we uitgezocht. Dit moeten we nog. En we gaan nu eerst even... eten maken! Even eten maken. En ik heb lasagne, dus als dat in de oven staat, gaan we nog even verder. Maar we zijn een heel eind op weg. We hebben al een stapeltje hier. Dit kan weg. Dat is allemaal wat niet meer past of wat gewoon niet mooi meer is. Dus het gaat weer heel goed. We zijn er blij mee. Dit is dus heel leuk, want Sarah is nu een jurkje aan het passen die ik een tijd geleden in haar kast heb. Die was vroeger voor mij. Het is echt zo uit de tijd, maar ik vind het zo leuk dat ze dat nu past. Laat hem eens goed zien. Hi, Sati. Ik vind het echt grappig. Dit had mama vroeger aan. Dat weet ik. Met een schortje erop. Misschien moet ik kijken of die er dan af kan, dat ik hem dan iets leuker vind. Het is wel laat, ik ga naar bed. Sarah en ik hebben echt al de kleding uitgezocht. En ik dacht echt van tevoren, nou, dat gaat echt een drama worden, want we moeten ze dingen wegdoen. En in het begin vond ze het heel moeilijk, maar het ging echt super goed. En ze gingen ook steeds meer dingen gewoon zelf wegdoen die dan te klein zijn en zo. En het was gewoon heel gezellig, dus echt top. En ik hoop ook wel een beetje een levensles worden, dat je soms ook gewoon dingen weg moet kunnen doen. Dus dat vind ik wel heel fijn. Dus dat is gedaan. En nu ga ik lekker slapen. Goedemorgen. Het is donderdagochtend. En het is al bijna middag. Dus ik ga Sarah zo uit school ophalen. En dan gaan we gezellig weer bij opa lunchen. Dit. Bor. De. Dorp. Ken. Ze. Niemand. De mensen zijn moeilijk. Moeilijk. Moeilijk te verstaan. Woonden ze nog maar in de stad. Ik heb het op school. Leuk. Wat heb je gedaan voor de klas vandaag? Voorgelezen. Ja? Ja? Heb jij voorgelezen? Ik smeer nog brood en moet je alles van je mes af eten? Nee. Hé, hey Sarah, we hebben die. Hoeveel plaatjes moeten we nog? Drie. Nog drie. Weet je nog welke nummers? Vier. Vier. Elf. Elf. En? 30. Nee, 30 hebben we nu. Ah. 38. Ja, nou wordt het heel spannend, hè? En ik heb... Zou je ze hebben allemaal vandaag? Chocomel. Ja, een paverentje alweer. Oma zit ook wat mee te zoeken. Zoeken. Ik heb nog geen geluk gebracht. Ik heb nog geen humor gevonden. Nou, gelukkig gaan alle dubbelen ook weer naar vriendinnetjes en vriendjes, dus... Ja, want mijn vriendinnetje...
Livia's paardzak. Ja, en daar, die heeft ook echt heel veel van ons gekregen. Gewoon een dubbele stapel. Die is nu deze heeft zij al. Ik denk het wel, maar ik weet het niet zeker. Want die hebben we al in de dubbele gedaan. Nummer 4 zit hierin. Hé, hey. Hoeveel moet je er dan nog? Oh, maar 4. Pompeuze pompoenkoeskoes. Zo. En het stond me een van die plaatjes, dat is 38, dat is Masha. En die zag ik vorige keer in de supermarkt op een bord door iemand geplakt. Oh, ja. Dat is dan zonde. En toen dacht ik echt, maar die heeft ze nog nodig. Oh. Waarom? Nou, ik heb wel een lachende foto nu met je gemaakt. En je kan ook nog tegen iedereen hallo zeggen. Ja, hallo. Zal ik jou eens wat vertellen? Nou. Die mevrouw die in het vrijdag hier was voor het eerst... Ja? Van buurtzorg. Die heeft die fotocollage staan onder. Oh, leuk. Ja, ja, ja. Leuk, hè? Simone. Ja. Ja. Nou, misschien ziet Simone het wel. Ja. Zo, het is wel juist zelf laat. En iedereen ligt hier te slapen. Ik heb net een stokbroodje in de oven gegooid. Nou, heb ik trek in. En ik was ondertussen mijn boodschappenlijst aan het maken. Dat doe ik altijd in die app. Dat heb ik ook wel eens laten zien. Maar ik krijg dus nu heel de tijd dit. Nou, dit is zo irritant. Want ik wil gewoon morgen de supermarkt in kunnen lopen. En gewoon alles wat ik wil hebben, gewoon in één keer pakken vanaf mijn lijst. Dat scheelt me zo verschrikkelijk veel tijd. Want nu, als ik dan denk van, ja, dat wil ik maken, zet ik het gewoon even snel op mijn lijst. En dan hoef ik dat niet daar allemaal te bedenken. En nu kan ik hem gewoon tussendoor uitzetten. En als ik dan denk, oh ja, dat, dan zet ik het gewoon even snel erop. Dus dit irriteert me nogal. En ik heb mijn telefoon al opnieuw opgestart. Soms helpt dat, maar nu dus ook niet. Dus ja, maar goed, altijd blijven lachen. Ik heb mijn broodje en ik heb er echt zo verschrikkelijk trek in. Ik had hier echt gewoon zo zin in. En ik heb het eerder laten zien. Ik sta hem natuurlijk open zonder hem echt te openen. En dan die boter er helemaal in laten smelten. Oh, zo lekker. Hij is zo knapperig dat hij bijna niet te snijden is. En dan zeezoutboter. Ik hou echt van deze boter. En die heb ik ook al laten smelten. Die heb ik al uit de koelkast gehaald. Dus die is echt zo zacht als wat al. Snel smeren en dan weer dat broodje dicht. Zo, dit laat ik er nog heel even intrekken. Die ga ik wel even in de koelkast zetten. Bon appetit! Ik ga lekker slapen, dus ik wil nog even de vlog afsluiten, maar hartstikke graag. Leuk dat je gekeken hebt. Abonneer je hieronder of hierna even als je dat nog niet gedaan hebt. Duimpjes omhoog vinden we natuurlijk altijd top. En dan zien we jullie de volgende vlog weer. Doei! Ik heb een zelfgemaakte pizza. Marco ook, die van Sarah, die heb ik even apart gezet. Daar komt hij, weet ik niet helemaal alleen. Ben je wakker, Moppie? Ik zit net te vertellen dat je zelf gaat slapen. Ik weet niet eens of ik het al gezegd had. Goeie. Bijna avond. Oh, het is zo ziek, het is echt zo zielig.